vreemde geluiden, waar je mogelijk geen decoder voor hebt. Heb je wel een decoder, dan hoor je nog steeds wat vreemde geluiden. En je moet toelichten hoe dat zit. Nee, geen video. Er zit wel een goed stukje video in, maar dat komt straks pas. Ja. Vandaag wou ik het dus gaan hebben over FreeDSM en Codec 2. En ja, we beginnen maar even een kleine introductie van zijn die twee termen nou eigenlijk. En dat wordt gelijk een beetje verward, want zowel FreeDSM als Codec 2 betekent meerdere dingen. Een belangrijk stukje, maar door het ontstaan, verder niet zo belangrijk voor de techniek, is waarom ze ontstaan zijn. En dat is eigenlijk bij een aantal zendapparatuurs het onvrede over de digitale modus die er wat jaren terug al bestonden. D-Star, DMR, inmiddels System Fusion, toen nog niet. En die modus die gebruikte bijvoorbeeld de AMBER, een afgeleide codec, die nogal gesloten is. Spraakcodec waarmee je op lage bitrate vrij hard spraak kunt oversturen. Daar zitten wel patenten op, inmiddels bijna verlopen of allemaal verlopen. Er zit een stukje trade secret zit erop, dus ze vertellen niet hoe het zit. Dan kun je dat natuurlijk allemaal gaan uitzoeken en toch mee gaan werken, maar ja, waarom zou je als de fabrikant je eigenlijk actief aan het tegenwerken is, als je er zelf mee wil experimenteren, is het veel leuker om het echt helemaal open te hebben. En, ook een codec hebben waarbij de ontwerpers en de schrijvers het leuk vinden als je er zelf iets anders mee doet. Ja, onder andere DVRO, VK5 DDR, is wat jaren terug in dat gat gesprongen. Hij had wat ervaring op het gebied van spraakcodecs. Ooit nog ergens een afstudeerproject van hem geweest in de jaren 90. Hij was zendamateur, een tijdje lang niet actief, sinds een paar jaar weer wel. Met name op het gebied van Codec 2. En die is dus begonnen met het ontwikkelen van een spraakcodec. Met als doel om op een lage bitrate spraak over te kunnen brengen op HF en VHF. Dat heet het Codec 2. Codec 2 is dus een spraakcodec voor lage bitrate spraak. Het project wordt voornamelijk gediscussieerd in de vorm van een software library. Die ook de naam Codec 2 heeft. Dat zie je dus al, Codec 2 betekent is dus zowel het hele project, maar ook een stukje software. Met daarin de spraakcodec, maar ook een aantal modems. Om dus, als je eenmaal spraakbitten hebt, deze over AF of VHF te versturen. Nou, dat is dus een stukje software waar je op zich nog niks aan hebt. Dat is alleen maar de library met wat algoritmes. Wat functies en leuke code. Daar moet je nog iets mee doen. Nou, daar is het FreeDSM project uitgekomen. Free Digital Voice. Wat doet FreeDSM? Nou, ook in dubbel op. Het is een definitie voor een aantal digitale modus, waarin dus een bepaalde modem gebruikt wordt en de payload, bijvoorbeeld Codec 2, wordt verzonden. Dat zijn dus de FreeDSM modus. Er is ook een mooie GUI gemaakt, een mooie applicatie met een grafisch user interface. Die maakte dan gebruik van die software library en die applicatie heet FreeDSM. Dus ook daar de naam weer even dubbel gebruikt. Dus wanneer iemand met een van de twee bezig is, weet je eigenlijk nog steeds niet precies wat je aan het doen is. Dus, maar het heeft wel allemaal een beetje met elkaar te maken. Dan eerst maar eens kijken naar die codec. Wat is eigenlijk een codec? Codec is een afkorting voor coderen en decoderen. Eigenlijk op zijn Engels. In het Nederlands klopt de afkorting gelukkig ook. En dat is dus eigenlijk een stukje software of hardware, of eigenlijk een algoritme om een signaal van de ene vorm naar een andere vorm te brengen, waarbij dus een bepaalde codering gebruikt wordt. Als je dat doet, kun je daar gebruik van maken door het gelijk ook kleiner te maken. De codering kan het efficiënter maken, hij kan ook gebruikt worden om over een totaal ander medium te gaan. Analoge spraak over een digitaal medium te sturen, daar moet je iets voor doen. De meest simpele codec is PCM, dat is eigenlijk gewoon een AD-converter. Je maakt van een mooi continu signaal, maak je pulsjes in de tijd en die kun je dan oversturen. Dus dan bijvoorbeeld 8-bit AD of 8 kHz, dan krijg je
64 kilobit per seconde. Nou, en die kun je oversturen over een digitaal kanaal. Dat kan. Wat andere bekende voorbeelden, JPEG voor plaatjes. Dus daar wordt een plaatje omgezet in een verzameling bitten. Die vervolgens redelijk efficiënt gestuurd kunnen worden. Nou, bij JPEG wordt ook compressie gebruikt dus, en zelfs lossencompressie. Dus dan worden details weggelaten die blijkbaar niet belangrijk zijn, waardoor het plaatje ook nog kleiner wordt. MPEG, een codec voor, eigenlijk een hele verzameling codecs voor audio en video. Met andere woorden, daar kun je filmpjes mee versturen. Nou, er zijn er wat minder bekende misschien en een hele bekende vlak. Dat is een compressie voor spraak, gewoon audio, wat lossless is. Dus eigenlijk een soort zip, laatste, maar dan specifiek voor audio. En zip is een hele bekende, dat is gewoon, ik heb een bak bitten en ik wil ze zo efficiënt mogelijk beschrijven, zonder informatie weg te gooien. En dan hou je een kleinere bak bitten over die je kunt versturen. Als je dus gaat coderen, dan zijn er een paar dingen die je kunt doen. Nou, je kunt proberen zo efficiënt mogelijk je data te beschrijven. Bijvoorbeeld omdat je beperkte opslagcapaciteit hebt. De zip wordt daar vaak voor gebruikt. Je hebt ergens een tekort aan alle capaciteit. Dus ga je de data, dus de informatie die je wil opslaan of oversturen, zo efficiënt mogelijk inpakken. Of omdat je transportcapaciteit klein is. Je hebt een klein datakanaal, bijvoorbeeld een kanaal op HF, waar we toch fijn vinden als je in een orde grote kilohertz blijft, in plaats van gelijk megahertz of beter. Dan is het wel belangrijk dat je weet wat de informatie is. En in ons geval menselijke spraak. Het kan iets anders zijn, dat kan ook muziek zijn, dat kan de plaatjes zijn, dat kan willekeurige data zijn. En dat heeft nogal invloed op hoe je het efficiënt kunt inpakken. Als er eventueel redundantie in het signaal zit, nou, dan kun je dat natuurlijk weghalen. Het heeft geen zin om het twee keer te beschrijven als je aan één keer genoeg hebt. Je kunt gebruik maken van beperkingen bij de ontvanger. Wat bij audio nog wel eens gedaan wordt, is dat er een model wordt gebruikt van hoe het menselijk gehoor, zowel akoestisch als ook de hersenen, dus psychisch in elkaar zitten. En dan kun je dingen die de ontvanger, bijvoorbeeld een mens aan het aandrijven, niet kan waarnemen, kun je meteen al bij het versturen weglaten. Het heeft geen zin om te versturen, want anders wordt de ontvanger het wel weg. En een ander leuk dingetje wat vaak gebruikt wordt, is domeintransformatie. Het domein waarin je de data hebt, is vaak niet het meest geschikte domein om het werkelijk over te sturen. In het geval van audio is het vaak het tijddomein. Sample met een AD-converter het audio in tijd. Maar ja, misschien is er iets interessanters, bijvoorbeeld het frequentiedomein. Waarbij als we het eerst transformeren, waarbij dus in principe nog geen informatie verliest, maar het alleen op een andere manier beschrijft, dan kun je daarna die informatie die misschien beter geschikt is om jouw specifiek stukje informatie te beschrijven, om daar dingen weg te laten of dat te comprimeren. In het geval van spraak zou het dus interessant zijn om een domein te vinden waarin we spraak zo efficiënt mogelijk kunnen beschrijven, zodat de informatie die in de spraak zit ook overeind blijft. En we toch zo weinig mogelijk informatie hebben om over te sturen. En dan moet je dus bekijken, hoe werkt spraak? Een van de belangrijkste onderdelen is het strottenhoofd. Daarin zitten de stembanden, stemplooi. De uiteinden van de stem, op de stembanden die werkelijk trillen. En die kan trillingen maken. Nou, daar hebben we een stemspier voor. Dus die zit eigenlijk aan het begin van de stembanden. Ze zeiden hier, dit is een plaatje van het strottenhoofd als je er door de keel op kijkt. Dus dit ziet de dokter. En dan zie je dus dat hier een gat naar binnen zit. Dat gaat door naar de longen. Dan hebben we hier de stemplooien. En hiernaast zitten de spieren waarmee die plooien kunnen bewegen. Dan kunnen die afsluiten of openen. Nou, typisch als we ademen en niet praten. Dan staat het helemaal open, dus een soort driehoekje. En op het moment dat we spreken, dan zit het dicht bij elkaar of tegen elkaar. Dan gebruik ik het werkelijk om de lucht te laten trillen. Door die spieren samen te trekken, kunnen we de lucht laten trillen. Die krijgt eigenlijk een effect waarbij die plooien onder invloed van de luchtdruk, dus door met de longen lucht naar buiten te blazen, krijg je dat de plooien nu dan openklappen, dichtgaan en
resoneren. En dat kunnen we sturen. Door de spanning in die spier te veranderen en de stand van die spier, kunnen we de toon die daarmee gegenereerd wordt enigszins variëren. Maar toch hebben mensen een redelijk beperkt bereik, waarbij je ziet dat in ieder geval de Europese man rond de 110 hertz zijn tonen maakt. En daar zijn bereik heeft het vrouwen rond de 220 hertz en kinderen zo rond de 300 hertz. Dat scheelt nog een beetje van persoon tot persoon. De Nederlandse man zit bijvoorbeeld net weer wat lager, die zit meer rond de 100. En naar het schijnt, de meeste Aziatische mannen zitten net weer wat hoger. Het zal waarschijnlijk wel te maken hebben dat ze over het algemeen iets kleiner gebouwd zijn. Praat vrouwen daarom ook zoveel? Misschien wel. Dat zal alles wel twee keer zo hard gaan. Spraak wordt ook gedefinieerd doordat het geen continu signaal is, maar in blokjes wordt verstuurd. Dat doen we zelf. Ja. En die blokjes hebben een herhalingsfrequentie zo tussen de 5 en 10 hertz. Doen jullie daar nog iets mee? We komen straks nog op. Niet direct, maar daar doe je wat mee door de blokken die je overstuurt korter dan dat te nemen. Waardoor je dus dat soort effecten uiteindelijk terug kunt laten komen in snel. De reden waarom ik dat vraag is omdat ik heb een Sprach-enhancer, zoals dat ding heet. Dat is een digitaal systeem dat in staat is om spraak uit de ruis te halen en ruis te onderdrukken. En dat is gebaseerd op het feit dat die spraak in utterances is, want dat heet een utterance, ja. En ruis min of meer continu spectrum is. En dat scheelt aanzienlijk. Ja, nou, dat zijn wel dingen die bij een codec belangrijk zijn, onder andere om dus iets wat je als dat wel in het signaal zit, ruis, maar wat we niet als informatie beschouwen, eruit te halen. Dus op het moment dat je op die manier van tevoren het signaal al kunt filteren, dan helpt dat natuurlijk ook. Ja. Elke codec is erbij gebaat dat je van tevoren een zo schoon mogelijk signaal aanbiedt natuurlijk. Dan wordt het verhaal dat nu verder wordt niet echt rekening mee gehouden met die orde grote tijden. Dus dat wordt uiteraard dat van tevoren al gedaan is. Mm-hmm. Ja. Als we nou die grondtoon hebben, dan kijken we de volgende stap. Dat is namelijk dat we een zogenaamd spraakkanaal hebben. Vanaf die stembanden, die is hier onderin zitten bij het schotterhoofd, hebben we een behoorlijk stuk holte, dus namelijk de keelholte, de neusholte. En daar hebben we ook wat controle over. Er zit een heel groot onderdeel, de tong zit daar tussen, onze lippen zitten daar voor. We hebben de kaak die we nog kunnen bewegen. Daarmee kunnen we dus de vorm van het spraakkanaal kunnen we beïnvloeden. En nou is het mooie, vorm van het spraakkanaal zorgt ervoor dat bepaalde harmonici van die grondtoon, dus die 100 hertz die we produceren, dat we die sterker of minder sterk uit onze mond kunnen laten komen. En dat is wat de klank van onze stem eigenlijk bepaalt. Dus op het moment dat wij een bepaalde klank kunnen maken, dan vervormen we het kanaal, waardoor de grondtoon nog steeds ergens rond de 100 hertz zit, maar dat we bijvoorbeeld een harmonische, de vierde of de vijfde, omhoog laten komen, nou, dan krijg je 400, 500 hertz, krijg je een mooie piek in je schaal. En dan kijk het verschil eigenlijk tussen, wat is nou het verschil tussen klinker en medeklinker? Waarbij medeklinker eigenlijk een beetje een raar ding is, want dat is een hele verzameling dingen eigenlijk. Een klinker, daar komt de lucht eigenlijk ongehinderd door het spraakkanaal naar buiten. Dus we vervormen hem wel en we zorgen ervoor dat bepaalde harmonische er meer of minder uitkomen, maar daarna komt het er gewoon uit. Dat is ook de reden dat we een toon, een klinker, in principe kunnen maken zolang we lucht hebben. Ja. Maar dat zou dus betekenen dat die stembanden geen sinustonen maken? Nee, die maakt... Alleen geen harmonische? Nee, die maakt behoorlijk wat harmonische. Heb jij enig inzicht in wat de vorm van dat signaal is wanneer je daar geen filter uit van je mond tussen hebt zitten? Helemaal niet, nee. Dat durf ik niet te zeggen. Ik durf niet te zeggen waar precies de harmonisch gegenereerd wordt, of dat inderdaad al... zijn dat piekjes of zijn dat zaagtanden? Ik denk dat het min of meer blokvormig is, omdat je hebt twee stembanden die ten opzichte van elkaar bewegen. En dat is hetzelfde mechanisme als de twee tongetjes van een hobo. Die gaat ook open en dicht, dus het is een blokvorm in principe. De hobo geeft geen blokrol.
Want als die blokgolven zou geven, zou je geen even harmonisch hebben. Die heeft een oboe wel zeker. Alleen als die blokgolf symmetrisch zou moeten zijn. Als die asymmetrisch is, dan ben je wel. Oh, dat zijn verschillende pulsen. Je hebt ook twee verschillende pulsen. Ik kan je garanderen, er zitten ze wel even als oneven harmonisch in. En waarschijnlijk worden die ook al in het strottenhoofd gegenereerd. We hebben weinig andere plekken die echt niet lineair zijn. Het ligt eraan of je eigen tanden nog hebt. daar heb je dus bij sommige medeklinkers, en ook bij klinkers, wel degelijk problemen mee. Want een medeklinker bijvoorbeeld is geluid dat gehinderd naar buiten komt. Bijvoorbeeld doordat we aan het begin of aan het eind van die medeklinker gewoon de holte afsluiten. Met de lippen bijvoorbeeld. Een mooi voorbeeld is de B. Ja. Die kun je niet maken zonder je lippen even te sluiten. Dus waardoor we dus even druk opbouwen tegen dat afgesloten kanaal en dan alsnog iets naar buiten laten komen. Daar hebben we nog wat variaties op. We hebben bijvoorbeeld ook medeklinkers waarbij het klankkanaal niet volledig afgesloten is, maar bijvoorbeeld bijna afgesloten is en heel veel wrijving veroorzaakt. De S-klank. Dus als je bekijkt een spectrum, een hoogfrequente ruis bedoelt. Waarbij S ook bijzonder is dat je er in principe je stembanden niet voor nodig hebt. Dat is dus eigenlijk alleen maar lucht naar buiten persen door het kanaal heen. En daar komen dus al die diverse categorieën medeklinkers vandaan. Bijvoorbeeld de mooie de D en de T-klank. Op het moment dat je je stembanden helemaal niet gebruikt, kun je de D-klank niet maken. Want bij de toon die je afsluit, bij de D, staan de stembanden aan. Op het moment dat je ze uit hebt staan, dus niet beweegt, dan krijg je een T-klank uit. Dat is bijvoorbeeld de reden dat mensen heel raar beginnen te praten als ze fluisteren. Want wanneer je fluistert, maak je geen of heel weinig gebruik van je stembanden. Waardoor het dus voornamelijk gewoon ruis is die je door het luchtkanaal naar buiten perst. En ook weer met die holtes bepaalde tonen enigszins vormt. En dus wel een klank meegeeft, maar niet meer zuivere klinkers maakt. En ook niet alle medeklinkers kunt maken. Nou, is er met die klinkers nog iets heel moois. Die harmonische, die worden dus versterkt of verzwakt door het spraakkanaal. Hier zien we het dus. Dit is een spectrum van een stukje audio van iemand die een relatief zuivere toon maakt. We zullen hem zo meteen terugzien. Wat je hier ziet, is dat rond de 230 hertz, en alle veelvouden daarvan, bijna alle veelvouden daarvan, zien we een omtoon terugkomen met al zijn harmonische. Dus dit is dus waarschijnlijk een vrouwenstem. Ik kan niet helemaal zeker zeggen natuurlijk, goede kans van wel. Waarbij je dus ook ziet dat vooral de tweede harmonische, tegen de 500 hertz aan, en hier ergens rond de 2300, denk ik, dat zal de tiende zijn, daar zitten een paar duidelijke pieken. Het klankkanaal hier is dus zodanig gevormd dat er dus twee hele duidelijke pieken uitkomen op die frequenties. En de rest is iets meer onderdrukt, komt er ook nog wel uit. Het is niet helemaal weg. En daar zien we dus ook dat ergens zo rond de 4 kHz het wel een beetje in elkaar begint te zakken. Nou, hoeft niet per se, dat kan wat hoger, maar dat zit wel redelijk aan waar de spraak een beetje ophoudt en wat je niet meer nodig hebt om echt verstaanbaar te zijn. Vandaar ook dat vaak samplefrequenties voor spraak rond de 8 kHz gebouwd worden. Daar kun je bij mannenstemmen prima doorheen houden, bij vrouwenstemmen iets moeilijker. Maar ook dat valt mee, want dat zullen we zo meteen zien, want die twee pieken die zijn wel belangrijk. Dat noemen we formanten. Dat zijn dus twee hele duidelijke pieken. Wat er namelijk gebeurt is, doordat je je spraakkanaal in een bepaalde vorm perst en bepaalde pieken eruit laat komen, krijgen wij iets wat we dan uiteindelijk een klinker noemen. En nou blijkt het menselijk gehoor, of eigenlijk onze hersenen, voor het herkennen van een klinker, het herkennen van een klank, eigenlijk maar twee formanten, dus twee hele duidelijke pieken nodig hebben. Als in het spectrum wat je genereert, dus dat repeterende zit, van al die harmonische die terugkomen, en je laat een paar harmonische er heel duidelijk uitkomen, dan zullen we dat al snel als iets wat op spraak lijkt te herkennen en ook nog als een herkenbare klinker. Nou, er zitten een paar interessante. Onder andere bijvoorbeeld de E.
waar dus de eerste voorman, F1, rond de 500 hertz zit en de tweede rond de 2300. Zagen we net dus ook in dat spectrum dat daar zaten ook die twee pieken. Er zat een piek net onder de 500 hertz, namelijk 230 maal 2 is 460 hertz. En er zat een piek rond de 2300. We wisten al dat de vrouwenstem was, dus uit dat spectrum kun je min of meer afleiden dat dat een vrouw was die de E-klank maakte. Nou, zijn dit nog wat meer klankers, klinkers? Daar is een hele waslijst van. Er zijn er veel en veel meer. Dit zijn een aantal bekende in een internationale notatie die niet noodzakelijk overeenkomt met het Nederlands taal. Er zitten bijvoorbeeld lange en korte A's, een A, een A, dat soort klinkers, dat verschilt nogal. Dus het is niet noodzakelijk de klinker zoals hem schrijven. Het is de klinker zoals die uiteindelijk eruit komt. En dit zijn wat bij deze gangbare klinkers de tonen. En een nul. Ja, dat is zo. Ik dacht dat het nodig was, maar... Hij is doorgestreept, dus is het nul. Hij zit wel in de buurt van wat we een O noemen. Het is namelijk dezelfde F1-frequentie en daarna een wat hogere tweede voorhand. Dus het zal wel iets zijn wat een beetje op een O lijkt. Onder de teams. Waarschijnlijk wel. Het zal een E aan de iets zijn. Dus het is belangrijk om het dus te maken. Dus aan de andere kant van je codec moet je dus zorgen dat je iets hebt wat die harmonisch terug gaat komen, anders zien we het niet als spraak. En dat die klinkers herkenbaar zijn. Anders wordt het maar een rotzooi. Als je dus een spraakdomein zou willen definiëren, zou je dus een transformatie kunnen doen van je gesampelde signaal naar een aantal parameters, waarbij je een domein krijgt dat beschreven wordt door is het stemloos of stemhebbend. Met andere woorden, staat hier de knop aan of uit. Wat is de toonhoogte van de stem? Dus is dat 100 hertz, 110 hertz, 120 hertz? Dat is de toonhoogte van de grondtoon. En welke harmonische communiceer je meer of minder? En dan is ook nog belangrijk, je perst er wat lucht uit. Hoeveel lucht pers je eruit? Dat kan heel zacht of heel hard zijn. Dus dat is de hoeveelheid energie die je in de stem, in je spraaksignaal trekt. Nou, als je dus die weet te bepalen, en dat is onder andere wat dus codec 2 doet, die begint met een analyse om deze parameters te bepalen. En dat wordt gedaan in plakjes van 10 milliseconden. Niet alle plakjes worden noodzakelijk overgestuurd, maar per 10 milliseconden worden deze parameters bepaald. En als je deze parameters hebt, en vervolgens weer daarmee eigenlijk een synthese doet, waarbij dus een toongeneratortje hebt wat op de juiste toonhoogte al dan niet begint te fluiten, een aantal harmonische erbij genereert afhankelijk van welke er in het originele signaal zat, en als je de energiepeak goed doet en wel of niet stembanden aanzet, dan kun je heel aardig de menselijke stem benaderen. Dat is eigenlijk de hele truc van codec 2. En nou is het volgende probleem, daar hebben we die parameters, maar die zijn natuurlijk relatief nauwkeurig bepaald. En dat moeten we dan in een beperkte hoeveelheid bitten stoppen. En daarvoor zijn een aantal verschillende modes gedefinieerd. Een van de bekendste en eigenlijk oudste is codec 2, mode 3200. En die heet zo omdat die ongeveer 3200 bitten per seconde overstuurt. Of overstuurt eigenlijk 32 bitten per seconde genereert en die zou je kunnen oversturen. Wat daarbij gedaan wordt, en daar ga ik eerst even de andere over. Er wordt per 20 milliseconden, dus 2 van die 10 milliseconden frames die geanalyseerd zijn, wordt er wat overgestuurd. Waarbij van elk frame wordt overgestuurd van stonden de stembanden aan. Er wordt in 5 bitten, dus in 32 niveaus, wordt de energie wordt, bepaald. Dus wat was je gemiddelde luchtdruk die je tijdens die 20 milliseconden periode genereerde. De frequentie wordt in 7 bitten overgestuurd, dus daar kun je ongeveer 128 verschillende waarden in kwijt. En vervolgens worden die harmonische worden in line spectral pairs verstuurd. Dat houdt in dat er een soort beschrijving wordt gemaakt welke
pieken. Dus het spectrum wordt niet meer gezien als een bulten, maar gewoon als pieken. We pakken elke 230 hertz als één punt. En vervolgens wordt er eigenlijk een omschrijving gestuurd van nou, die eerste had die amplitude, de tweede had die amplitude, de derde. Zo. En zo door, totdat je een aantal, zo ver mogelijk richting die 4 kHz, beschrijft wat een amplitude was. En daar worden 50 bit voor uitgetrokken. Daar zie je dus al dat die stem die we net zagen, dat is 4 kHz, rond de 200 hertz harmonische. Daar kun je er een stuk of 20 van kwijt in 4 kHz. Als je die alle 20 wil beschrijven met maar 50 bitten, dan heb je een probleem. Dan kun je ongeveer 2,5 bit per piek gebruiken om te beschrijven. En als je dat wil kwantificeren, dat is vrij weinig. Dan kun je bijna alleen maar zeggen van, nou ja, hij staat heel erg aan of een beetje aan en mijn bitten zijn op. Daar worden dus wat trucjes op toegepast en dat wordt gedaan met behulp van codeboeken. Er wordt dus niet zozeer elke mogelijke combinatie overgestuurd. Er wordt van tevoren aan de hand van een heleboel spraaksamples, wat ik aan die zeg, welke combinaties komen nou eigenlijk typisch voor. Bijvoorbeeld die klinkers. Dat zijn relatief bekende patronen die heel vaak voorkomen, waarbij die peak states op dezelfde plek zitten, waarbij ze vaak ook nog wel ongeveer dezelfde amplitudes hebben. Dus wat je kunt doen is dat je een codeboek maakt, in dit geval 2 tot de 50ste combinaties mag je maken, waarin je dus de meest voorkomende spectrumpatronen, de harmonische patronen in elkaar trekt, in opneemt, met allemaal een nummertje. En het enige wat je overstuurt in die 50 bit, is dat nummertje. En wat dus inhoudt dat als je een heel erg afwijkend spraaksample aanlevert aan zo'n codec, dat die geen echt goed passend codeboekpaginaatje kan vinden. Er is geen regel in het codeboek waarin het spectrum echt goed nauwkeurig geschreven wordt. En dan gaat de codec dus de mist in. Met een beetje geluk krijg je een spectrum wat er nog genoeg op lijkt, dat de spraak aan de andere kant hetzelfde lijkt. De toehoorder niet weet. Het kan ook iets zijn wat totaal afwijkend is. En dan krijg je de bekende artefacten van de badkamerbubbels en dat soort rare echo's. En dan heb je eigenlijk weg. Dan leek het signaal wat je aanbood niet genoeg op spraak. Zoals de codec het kent, bij het overgestuurd. Dus Amsterdam, daar gaat het een beetje slecht. Dat zou kunnen. Wat je dus onder andere merkt, is als je dat codeboek, dat moet je min of meer trainen, of dat is een tactiek waarbij je dus heel veel bekende samples gaat pakken. Als je je daarbij beperkt tot een bepaald taaltype, waarbij bijvoorbeeld bepaalde klinkers niet gebruikt worden. Duits. Oh joh, dat is niet meer te verstaan. Of alleen maar Duits. Amsterdams. Maar daar heb je dus niks aan, omdat het een astervent aan de andere kant diezelfde codeboeken heeft. Nee, dat is dus ook waarom op het moment dat je zegt van ik gebruik codec 2 mode 3200, dan hebben we dus afgesproken dat we dezelfde codec met dezelfde set codeboeken gebruiken. Ja. Die moet je dus wel inderdaad van tevoren een keer uitwisselen, die ligt vast. Ja, en dan Amsterdam nog even kijken als er dat niet in zit. Als het codeboek getraind is en gepubliceerd is met spraaksamples waar niks in zit, dat ook maar enigszins of Amsterdams of Haaks of Limburg. Duits, Limburgs, ja. Dan zou het kunnen dat de codec zeer slecht is in het reproduceren van zijn klinkers. Ja. Of hij pakt de dispersuide klinker, dan klinkt hij denk ik geweldig. Het hangt een beetje vanaf wat hij ervan kan maken. Ja. Ja, dat zelfs Amsterdam is wel Nederland spreken. Ja, ja. Ja, ik ga zo meteen een aantal van deze samples laten horen. Maar er zijn dus verschillende modus inmiddels van codec 2 gedetailleerd. Waarbij de eerste generatie, en dat zijn de meeste computers tot en met de 700D, eigenlijk variaties zijn op ongeveer hetzelfde thema, waarbij gespeeld wordt met hoe exact je die codeboeken maakt. En hoeveel bitten je ergens vanuit trekt. En daar kun je dus in variëren. En over de loop van de jaren is men daar beter in geworden. En kun je dus ook een lager bitrate, maar toch nog een acceptabel spraakreproductie maken. Nou, een van de dingen die je dus ziet, is dat er wat lagere bitrates wat grotere pakketten gebruiken. Dus daar worden nog steeds 10 milliseconden frames geanalyseerd, maar er worden er dan 4 van bij elkaar beschreven. In eerste instantie werd bijvoorbeeld nog van alle 4 los bijgehouden, stond die stemband aan. Nou blijkt als je dat
gewoon van die vier samenpakt, stopt tijdens die vier de stemband aan, kun je dat met één bit ook wel doen. Dat maakt niet eens heel veel uit voor het werkelijke spraak aan de andere kant. Een andere combinatie die je kunt zien hier, is dat bij een aantal modes er geen bit uitgetrokken zijn voor energie. Wat daar gedaan is, is die zijn samengenomen met de bitten voor de toonhoogte. Waarbij dus niet letterlijk een toonhoogte opgestuurd wordt. Ook daar wordt weer een codeboek trucje toegepast. Waarbij blijkbaar het mogelijk is een codeboek te genereren. Waarbij bij sommige toonhoogtes en energieniveaus bepaalde combinaties gewoon niet voorkomen. Want dat is uiteindelijk de truc van een codeboek. Combinaties die niet voorkomen of die onwaarschijnlijk zijn, die laat je gewoon uit. Door dus op die manier twee dingen bij elkaar te pakken, als die elkaar beïnvloeden. En blijkbaar gebeurt dat ooit bij spraak, want je kunt er best aardig een combinatie van maken. Dan kun je wat beter besparen. En een vrij nieuwe mode, die is sinds eind vorig jaar zo'n beetje beschikbaar, is 700C. Waarbij een iets andere tactiek gebruikt wordt. Tot nu toe werd er beschreven wat de diverse harmonische voor energie hadden. Dus de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde. Maar we hadden net eigenlijk al gezien aan dat plaatje wat er stond, dat het spectrum voor wat hoort bij een bepaalde klank, een bepaalde klinker, eigenlijk helemaal niet zo afhankelijk is van je grondtoon. Op het moment dat een vrouw dus een E maakt, dan moet de tweede harmonische wat versterkt worden, zodat die goed hoog is, en de tiende. Op het moment dat een man, laten we zeggen dat hij op de helft van de toon op dezelfde 115 hertz, die moet de vierde en de twintigste harmonische extra benadrukken. Maar het spectrumplaatje wat er dan uitkomt voor die klinker, als je dus teruggaat en kijkt naar die lijn die je min of meer eroverheen kunt trekken, dan zie je dus vlak over alle pieken steeds een lijn vormen. Dat plaatje ziet er bij beide hetzelfde uit. Nou, kun je dat gaan beschrijven door inderdaad te zeggen, nou, bij vrouwen gaan we codeboekpagina's maken waarbij, om die goed te weer te geven, waarbij dus de tweede en de tiende harmonische goed hoog zijn. Maar op het moment dat een man dezelfde klank maakt, moet je dus een codeboek maken waarin die vierde en de twintigste erin staan. Dat zijn dus andere entries in het codeboek. Dat is heel vervelend, dat kost je zo al het dubbele aantal om eigenlijk hetzelfde te beschrijven. Want waarom zou je dat willen beschrijven? De toonhoogte had je al in een aparte variabele zitten, een aparte parameter. En dat spectrum, dat is eigenlijk vanaf dat moment onafhankelijk van de grondtoon die je gebruikt. Door het wel gebruik gemaakt van die grondtoon in het algoritme, die wordt namelijk als eerste bepaald. En vervolgens wordt op de pieken van die harmonische, wordt dat totale spectrum bepaald. Dus het spectrum waarmee 700C werkt, is dus niet het spectrum met al die bulten van de harmonische. Dat is dat rode lijntje wat er bovenlangs staat. Dan wordt dus eigenlijk een plaatje gemaakt waarbij de stem zelf al weggefilterd is. En daardoor kun je wat efficiënter kun je dat beschrijven. En aangezien dat dan ook niet meer een relatie heeft met die harmonische, wordt het dus op een aantal vaste waardes wordt dat spectrum beschreven. Nou, dan wordt een klein stukje gedaan, dat wordt niet op vaste intervallen beschreven, zoals dat bijvoorbeeld uit een Fourier-transformatie zou komen. Dat wordt met een logaritmische frequentieschaal gedaan, waarbij dus lage frequenties er wat meer punten in zitten en bij de wat hogere frequenties richting de 4 kHz er steeds grotere stappen genomen worden. Aangezien daar een foutje in de amplitude niet zo heel belangrijk is voor de oor. En ook dan wordt er weer een codeboek toegepast en met 18 bitten, eigenlijk 2 keer 9 bitten, er worden 2 gestapelde codeboeken gebruikt, kun je dan in 700 bit een spraaksignaal kwijt, wat, en dat zullen we zo meteen horen, qua kwaliteit ongeveer te vergelijken is met de 1300 bit variant die een harmonische beschrijving heeft. Op het moment dus dat je die 700 bit variant zoveel beter hebt, dan kun je ook gaan denken, en dat is een beetje de toekomst, nou ja, dan zou ik een nieuwe 1300 bit kunnen maken op het moment dat ik wel wat bandbreedte ter beschikking heb. Niet alles hoeft over 700 bitten. Waarbij je dus nou ja, tot 42 bit kunt uittrekken voor het goed beschrijven van dat spectrum. Je zou eventueel ook weer wat meer bitten voor
de voicing of voor de toon hoog te kunnen uittrekken. Dus je kunt daar weer wat van spelen en ook daar valt nog wel wat te halen in kwaliteit. Nou, dan zou ik een paar, ik ga ze niet allemaal laten horen, ik zal een paar stappen laten horen aan de hand van een opname die ik eerder gedaan heb. Jeroen, ja? Vraag voor spraak over een medium als radio, trouwens het nog niet eens radio te zijn, kan een willekeurig datakanaal zijn. Is er ook rechts op? Ja. Zit dat? Dat zit hier nog niet in? Of zit hier op... zit in principe geen L-correctie in. Dit is puur het zo efficiënt mogelijk beschrijven van spraak. Waarbij het inderdaad wel heel vervelend is, die bitten die je overhoudt, worden steeds belangrijker. Ja. Want die bevatten steeds meer informatie. Alle informatie die je nog overstuurt, zit ook in die paar bitten. Dus het is wel belangrijk om die bij het versturen zo foutloos mogelijk over te sturen. Dat is onder andere waar ik een aantal van de modems, die ik zo meteen zal laten zien, de nadruk op bepaalde manieren van error correctie of preventie leggen. Voordat de demonstratie horen, even kort hoe dan bijvoorbeeld 707 uiteindelijk werkt in software. Nog bovenaan komt het in spraaksignaal binnen. En dan gaan we een paar algoritmes in. Er wordt een pitch estimation algoritme gebruikt, dat gaat bepalen, zo nauwkeurig mogelijk, wat die toonhoogte is van de stembanden, als ze aanstaan. Je zegt input speech, daar komt de spraak binnen, maar ja. Daar is die al gesampled. Die is al gesampled. Wat is de samplefrequentie en wat is de, het aantal bits? Dit is in principe 16 bits, 8 kHz. Okay. Je mag een andere samplefrequentie natuurlijk samplen, maar uiteindelijk de codec verwacht 8 kHz input. En dat wordt opgehakt in stukjes van 10 milliseconden waarop dus deze stappen gedaan worden. Nou, die 10 milliseconden aan spraak die gaat ook door een FFT heen, dus een fast Fourier transformatie, dus dan hebben we het spectrum. En aangezien we inmiddels de toon weten, we weten of er of er harmonische zijn, dan kunnen we dus van die harmonische, aangezien we de RFT hebben, dus alle frequenties inmiddels per frequentie weten wat de amplitude is, kunnen we dus kijken wat van die harmonische de amplitudes waren. Dus daarmee kunnen we dat spectrum, dat rode lijntje, bepalen. Als je dat rode lijntje hebt, dan moet je nog een paar stappen doen. Nou, je moet onder andere die pitch, dus die toonhoogte, die moet je kwantiseren. Nou, dan krijg je dus die paar bitten die daarvoor uitgetrokken worden. Dat spectrum wordt hier geresampled, dus het spectrum wordt geresampled naar die logaritmische schaal. In principe die FFT levert je een lineaire schaal op waarbij elk bakje, elke bin even groot is. Een even groot stukje spectrum tussen de 0 en de 4 kHz bevat. Ja, we willen dus die kleine stappen, maar dan wel logaritmisch willen hebben, dus dat wordt geresampled. Dat wordt dan vervolgens 3 op de 4 wordt daarvan weggegooid. Ja, die worden eigenlijk gewoon niet geresampled, die stap wordt ook al overgeslagen. Waardoor we dus per 40 milliseconden die vectorbeschrijving hebben en die kunnen we gaan kwantiseren. Dus daar wordt in de codeboek gezocht naar de best passende entries. Samen met die energie en die voicing en die toonhoogte bitten wordt dat samengepakt tot één bitstream en dat kun je oversturen. De andere kant doet eigenlijk het tegenovergestelde. Die pakt de bitstream uit, zoekt aan de hand van de bitten die binnen zijn gekomen en de codeboeken het juiste spectrum op. Er zit nog een klein beetje filtering in, waar wat kennis in zit van hoe klinkers ongeveer werken. En dat filtertje is in staat om de pieken van formanten magnetisch op te tillen. Dus koppelen daar een klein beetje, want dan wordt het signaal wat mooier. Dat wordt weer geïnterpoleerd in tijd, want we hebben namelijk hier 3 van de 4 weggegooid. We moeten dus weer van 1 setje tot aan wat 40 milliseconden beschrijft, moeten we 4 stukjes van 10 milliseconden maken. Nou, dat wordt gedaan door te interpoleren. Dus je pakt de vorige set die binnenkwam, je huidige set, en dan vul je de 3 tussenin. Dat doe je met alle parameters, dus je gaat er eigenlijk vanuit dat wat je hier weggegooid hebt, redelijk geleidelijk van de een naar het andere moment gaat. En met 30 milliseconden en menselijke spraak is dat redelijk.
Het zit op het randje van sommige medeklinkers. Sommige wat hardere en wat snellere medeklinkers die worden er een beetje door mishandeld. Dat is dat utterance verhaal, hè? Mm-hmm. Dat is dat utterance verhaal. Ja. Dat zit er een beetje in, ja. Maar we zitten nog steeds op 40 milliseconden, dus dat is voor spraak eigenlijk nog vrij kort. Je kunt 40 milliseconden redden, strafloos zelfs, gewoon een gat weglaten en dan de meeste mensen horen die. Of die horen een taalklopje. Dan wordt dan vervolgens dat samen met de harmonische die dus gegenereerd moeten worden, wordt er uiteindelijk een stukje spraak gesynthetiseerd. En dat kun je afspelen als je wil, of een ander theatergebeurtje weer. En dan hebben we weer spraak. Er zit een klein stukje hier, reconstruct phase, dat is een van de laatste stappen. De fase van spraak is nog niet eens heel belangrijk, maar wat wel belangrijk is, is dat de aaneengesloten blokjes van 40 milliseconden een enigszins nette faseovergangen hebben. Dus er wordt rekening gehouden met wat er bij het vorige blokje gegenereerd is en daar wordt het aan vastgeplakt. Waardoor je dus niet dezelfde fase krijgt die het originele signaal had, maar wel een fasepatroon wat bij de spraak acceptabel is. Het past graag slecht. Nou, ik heb een stukje audio opgenomen. En eerst maar eens even het originele signaal laten horen. Hoop ik dat dit goed gaat. Dat is mijn stem en ik zeg hier test 1, 2, 3, A, B, C. Test 1, 2, 3, A, B, C. Dit is dus met een niet al te geweldige microfoon opgenomen op 8 kHz. En dat is dus de input geweest voor de volgende stukjes audio. Oh, daarom komt die gek. Ik had er nog twee aan staan. Ik heb hem één keer overnieuw laten horen. Test. 1, 2, 3, A, B, C. Dan kan ik even het spectrum laten zien. En dan zie je ook heel mooi. Jullie zien dat niet zo wel. hier is het al aardig te zien. Hier zie je dus dat als je naar het spectrum kijkt, hier dus allemaal piekjes staan. Op veelvouden. Dat zal 100 hertz zijn. En daar zie je dus ook dat hier een hele duidelijke piek zat. En nu wordt het blijft het nog een beetje over, wordt wat minder. En dan zit hier ergens bij de twee ook nog iets. Hier zat een piek, die zat wat lager. Hier zat ook wat lager een piek. Dus daar zie je ongeveer die klinkers in terug. Nou, dus dit is misschien niet de beste manier om ze te laten zien. Maar daar kun je dus wel degelijk zien dat die tonen, die harmonische er ook echt in zitten. Ik ga deze even uitzetten. Dit is 3200 bit. En dan krijgen we dit als output. Test 1, 2, 3, A, B, C. Misschien met deze speakers niet heel goed te horen. Dat is eigenlijk ook wel een beetje wat het doel is van Codec 2. Namelijk aan het einde van het pad een paar speakertjes en daar gewoon luisteren. Maar dit lijkt heel aardig op het originele geluid. Als ik het niet verteld had, waar je waarschijnlijk in het gat was gezegd dat dit het origineel was. En dan gaan we eens kijken hoe ver we omlaag kunnen. Dit is 1300 bit. Wordt het al wat slechter? Kijk, de handen eruit staan. Ja. 3, 1, 2, 3, A, B, C. Je hoort al wat rare rateltjes en je hoort vooral de medeklinkers die hebben wat te lijden gehad. Maar dit is een tweede take, een vrij aardig verstaanbaar signaal. Nou, nog een stapje verder gaan, 700. Nou wordt het wel heel erg slecht. 1, 2, 3, A, B, C. Misschien is het niet anders. Ik moet het wel een beetje zacht. Dat is niet geweldig meer, maar het is verstaanbaar. Waar deze mode op dit moment het meest voor gebruikt wordt, is verbindingen over HF. En
dan is eigenlijk die directe concurrent, ook qua bandbreedte, is SSB. Vergeleken met SSB, voor kweken, zou ik dit best nog wel eens acceptabel kunnen zijn. Dan kun je hier denk ik een heel aardige verbinding mee maken. Maar dit is de oude 700 bit mode. Dus dit is nog niet een mode waarin het spectrum echt als op een fixed rate wordt beschreven. Dit is het spectrum beschreven aan de hand van harmonische. Als je dus op een andere manier beschrijft, 700C, dezelfde hoeveelheid bitten, dan krijgen we dit. 6, 1, 2, 3, A, D, C. En dan zie je dus dat dit alweer een heel stuk beter is. Het is nog steeds niet geweldig, maar het is alweer een stuk beter dan het origineel. Dan de originele 700 mode. Bij luistertesten kwam deze bij de meeste gebruikers ongeveer uit als de 1300 bit mode. Met harmonische. Nou ja, dat, wie wil mag het zelf gaan bepalen. Als je dat echt wil doen, dan moet je meer AB-achtige testen met koptelefoons op gaan zitten doen en veel meer samples gaan beluisteren. Dit sample vooral niet meer, want dat heb ik voor jullie verpest. Dat moet je eigenlijk altijd met verse samples doen die je nog niet kent, want anders ga je op een gegeven moment je oor trainen naar wat je zou moeten horen. Dat is leuk als je naar artefacten wil luisteren om met de code te sleutelen, maar op het moment dat je moet beoordelen, dan ben je verpest. Een beetje hetzelfde effect als iemand die te veel naar SSB geluisterd heeft. Een vreemde die onze hobby niet kent, die ernaast staat, die verstaat niks. En de luisteraar die hoort alles. Dat effect dat treedt hier ook enigszins op. Maar als je bijvoorbeeld dat codeboek weer wat uitbreidt, en dat is dus een experimentje waarbij je dus naar 1300 bit, maar dan met wel die fixed rate beschrijving, dan zou je zoiets kunnen krijgen. 6, 1, 2, 3, A, B, C. En dat klinkt ook alweer een heel stuk beter. Daar zitten alweer net wat meer klanken in. Het is misschien niet geweldig, maar voor 1300 bit per seconde is het niet slecht. Dit waren een aantal code 2 modes. Die moet ik hebben. Dan komt eigenlijk het tweede deel van het verhaal. Nou hebben we heel mooi een aantal codec modes. Een aantal manieren om met relatief weinig bitten spraak te beschrijven. Hoe krijgen we die nou efficiënt aan de overkant met zo min mogelijk fouten? Er zijn inmiddels ook een aantal FreeDB-modes voor gedefinieerd. Die hebben namen die enigszins lijken op de codec 2 modes. Om de verwarring nogmaals wat groter te maken. Een voorbeeld, wat op dit moment op HF veel gebruikt wordt, is FreeDB-mode 1600. Zo 1600 bitten per seconde overgestuurd worden. 1300 daarvan worden gebruikt om codec 2 1300 signaal over te sturen. En dat gebeurt met een modem dat heet FDMDDW. Dan hebben we nog een paar modes die maken gebruik van de 700 bit codec 2 varianten. En die worden verstuurd met een coherent PSK modem. Daar kom ik ook nog even op terug. En dat zijn de modes die voornamelijk bedoeld zijn voor HF. Omdat een HF-kanaal is toch iets anders dan een WAF of een UAF-kanaaltje. Daar treden wat andere storingseffecten op. Voor WAF en UAF zijn een aantal andere modes interessanter. Dat zijn 24 modes, waarbij A gebruik maakt van een pure FSK. En de B-mode maakt gebruik van Manchester AFSK. Kom ik zo meteen nog even op terug. En er wordt op dit moment gewerkt aan een mode die heet 2400T. En die maakt gebruik van TDMA. En daar kun je ook wel wat leuks mee doen. Dan ga ik een aantal van deze modes een stapje doorheen. Een korte beschrijving wat daar dan zo bijzonder aan is. FDMDV. Frequency Division Multiplex Digital Voice. Er staan een aantal potjes op en wat gebeurt er namelijk op AF? Iets heel vervelends. Eigenlijk heel mooi, want daardoor kunnen we de wereld rond, maar we hebben daar reflecties. En die zijn niet altijd heel erg gedefinieerd. Dat is iets daarboven wat reflecteert.
Dus het is geen mooie spiegel die altijd op dezelfde plek hangt. Met als gevolg dat je op een HF-kanaal een soort echo's krijgt, dat wel enkele milliseconden delay kunnen opleveren, waardoor je de signaal meerdere keren ontvangt. En dat is iets heel vervelends, want enkele milliseconden, dat is grofweg de tijd die we nodig hadden om een enkele bit over te sturen. Als je kijkt naar 1600 bit per seconde, of misschien iets lager 700 bit per seconde, nou, dat zit toch orde grootte in de buurt van de milliseconden. Dat is heel vervelend. Wat er dus zou gebeuren, stel we hebben het bovenste signaal. Daar zien we dus mooi bitten op en neer gaan. En in dit geval zijn het zelfs nog bitten van een 5 milliseconden lijn. Dus dat zijn nog niet eens een hele hoge bitrate. Als je die ontvangt, en je ontvangt daar ook een stoorsignaal bij, of eigenlijk jezelfde signaal, maar dan nog een keer iets verschoven. Want dit signaal is dit, maar dan wordt iets verschoven. Wat er bij de ontvanger uitkomt, is deze botsing. En aangezien die in dezelfde orde grootte zit, is het geen touw meer vastgesteld op wat nou precies je bitten waren. Dat is heel vervelend. Wat je daaraan kunt doen, nou, stel nou dat je nog steeds die echo's hebt, dat kun je, die kunnen we niet weghalen, maar je bitten zouden flink wat langer zijn. In dit geval wordt er bijvoorbeeld een signaal overgestuurd, wordt voorbeeld nog steeds even met. Wat is dit? Nog steeds met 5 milliseconden per stuk. Maar in verhouding, de echo is maar ongeveer een milliseconde. Dan zien we dus dat als je die signaal bovenop telt, je nog steeds rare overgangen krijgt met storing erop. Maar dat dat in verhouding met de bitten die je verstuurt, best meevalt. Want hier zijn de oorspronkelijke bitten nog best wel aan te herkennen. Je hebt nog steeds wat storing. Er is dus een bepaalde maximum baud rate die je kunt versturen, waarbij je geen last hebt, heel weinig last hebt van deze echo's, maar ook goed het signaal herkent. Nou, dan zet je toch gewoon een hele hoop carriertjes naast elkaar in het stukje bandbreedte wat je hebt. En ieder met een klein stukje van je totale signaal. Wat doet FDDV 1600? Daar worden 16 carriers uitgezonden op 75 hertz afstand. En iedere carrier wordt gemodereerd met 50 baud, dus 50 symbolen per seconde, waardoor ze dus lekker traag zijn per stuk. Er wordt QPSK gebruikt, dus vier niveaus eigenlijk in fase, waarbij je dus 2 bitten per baud kunt oversturen. Nou, dan krijg je uiteindelijk 1600 bitten kunt oversturen. En er wordt 1 centrale carrier gestuurd, die wordt gebruikt voor synchronisatie. En dit geheel past dus in een stukje spectrum van 1,15 kHz. Ongeveer. De zijbandjes gaan iets omlaag. Dat is een spectrum wat prima door de gemiddelde SSB-zendontvanger heen te krijgen is. Dat betekent dus ook dat je qua kanalen ongeveer net zoveel, of eigenlijk net iets minder dan SSB-spraak nodig hebt. En dat je, wanneer je dit signaal kunt genereren op een computer en vervolgens dat een standaard SSB-zendontvanger in stuurt, je dit signaal kunt genereren. Want dat is het voordeel van de digitale signaalverwerking. 1 carrier of 16 carriers maakt voor een computer niet zo heel veel meer uit. Daar moet nog wel wat werk aan gedaan worden om het te onderscheiden. Maar één ontvanger of meerdere implementeringen in software is een kwestie van kopiëren. Dan hebben we nog wat bit over. We hebben 1300 bit klaar en we hebben 1600 bit om te besturen. Nou, wat daar gedaan wordt, is dat in de overgebleven bitten wordt nog een vorm van error-correctie toegepast, forward error-correctie, waardoor bitfouten bij de ontvanger nog enigszins te repareren zijn. Dus ook als niet elke bit perfect aankomt, kunnen we nog steeds de meeste bitten decoderen. Ja. Dit is een vrij succesvolle mode, die doet het ook vrij aardig al een aantal jaren, maar heeft inmiddels ook al een opvolger. Hoeveel inslingertijd heeft dit nodig? Synchronisatie eigenlijk. Of, ja, voordat het werkt. Dat zit in enkele
honderden frames. Dus dat, ik denk dat je onder de 100 beers kunt komen als je een beetje druk hebt. Het hangt enigszins af van hoe wil je eigen set nog aan AKC-achtige omkrijgen in de tegenin schijnt. En hoeveel storing er zit. Als de storing in zit die enigszins lijkt op die pilottoon, dan zal de software de neiging hebben op de verkeerde toon te lokken of langer nodig hebben om op je pilottoon uit te komen. Dus dat is... maar het kan vrij snel. Hij kan binnen een paar frames kan hij over het algemeen het signaal vinden. Coherent PSK gebruikt nog een iets uitgebreider truc. Namelijk, er is nog een effect dat op HF optreedt, en dat is fading. En, waarbij verschillende, en dat is dan weer een voordeel, verschillende frequenties op verschillende manieren en verschillende momenten faden. Wat ze bij coherent HPSK hebben gedaan, er worden nog steeds meerdere carriers uitgezonden. Dat trucje natuurlijk moet je houden als dat best aardig werkt. Het zijn er 14, waarvan er 7 werkelijk nodig zijn voor het signaal. En dat signaal vervolgens op de tweede 7 herhaald wordt. Dus het signaal wordt 2 keer op 2 verschillende frequenties uitgezonden. Dat heeft een voorbeeld en nadeel. Het voordeel is dus dat je aan de ontvangende kant simpelweg die 2 keer 7 bij elkaar optelt. En zolang maar niet alles wegvalt, een redelijke kans hebt dat je met die gecombineerde 7 nog steeds genoeg kunt herleiden om de bit te halen. Waardoor je dus wat robuuster bent voor fading effecten. Het nadeel is dat je in één keer je signaal in maar 7 carriers moet zien te klauwen. We kunnen met de bitrate niet heel veel omhoog bij de carriers. Dus zal, met de boutrate niet heel veel omhoog, dus zal de bitrate omlaag. vandaar ook dat de codec 700 modus ook bedacht zijn. Er waren simpelweg niet genoeg bitten beschikbaar om het signaal over te sturen. Wat je hier ook ziet is dat er geen pilottoon meer zit in het midden. Synchronisatie zou dus op een andere manier moeten doen. Dat is gedaan door pilot symbolen over te sturen, waarbij dus in tijd er steeds 7 verschillende carriers worden gemoduleerd. 2 keer met een bepaald pilot symbool, wat dus altijd dezelfde combinatie van 1 en 0 is. En vervolgens 4 keer met data. En vervolgens repeteert het patroontje zich weer. 4 keer, of 2 keer met pilot. En 4 keer met data. Als je dus wil synchroniseren op dit signaal, dan doe je dat door te gaan zoeken naar die pilot patronen. Dat kun je, als je dat goed kunt herkennen, kun je dat nadat ze een aantal keren. Zo, dat was misschien even. Nadat je dat een aantal keren langs hebt zien komen, kun je dat herkennen. En vervolgens kun je dus de data eruit halen. En er stond al coherent. Nou, dat betekent dat je dus de fase van de pilottonen gebruikt als referentie voor het decoderen van de datasignalen. Je weet immers welke, je neemt aan dat je de pilottonen gevonden hebt, dus je weet wat de exacte bitten waren en wat dus de fases waren van de pilottonen en die faseinformatie kun je de volgende 4 frames gebruiken om die data terug te winnen. En dat zorgt er dus ook voor dat je die pilottonen niet meer nodig hebt, want daar was die pilottonen ook voor nodig om een vaste fase-referentie te vinden waaraan je signaal kunt bereiken. En ook daar wordt natuurlijk weer aan gesleuteld, want simpelweg het herhalen van dezelfde data is een leuk trucje. Maar het is niet de beste truc die er bestaat. Een van de dingen die je kunt doen is het gebruik van echte forward error correctie, bijvoorbeeld low density parity checks. Low density parity codes, kan ik van hoe je dat noemen. Waarbij dus data niet zozeer wordt verdubbeld. Want als je de data 2 keer uitzendt, elke bit heeft nog steeds maar invloed op 2 verschillende carriers. Als dus die 2 carriers niet goed aankomen, ben je die bit nog steeds kwijt. Wat bij forward error correctie gedaan wordt, is dat je de bitten over meerdere symbolen uitsmeert eigenlijk. Eén enkele carrier bevat informatie van veel meer dan 1 bit, veel meer dan 2 bitten. Waardoor op het moment dat je 1 carrier kwijtraakt, je niet meteen een half bit kwijt bent, maar je bijvoorbeeld maar een 1/8 van een bit kwijt bent. Die trucken, daar kun je nog wat mee winnen en daar kun je afhankelijk van hoe goed je ze toepast,
zou je daar zonder al te veel problemen een 3 à 5 dB mee kunnen winnen ten opzichte van het diversity truc. Nou, ik heb twee opnames. De eerste is een opname waarbij een veling gesimuleerd wordt. Dus het is geen echt HF-kanaal waarover dit uitgezonden wordt, het is een gesimuleerd kanaal. Nadeel ervan is, het is niet perfect zoals in het echt. Het voordeel ervan is wel dat je het keer op keer kunt blijven herhalen en mee kunt testen. En wat er dan uitgezonden wordt, is een stukje spraak, elke keer hetzelfde, dezelfde stukjes, dezelfde spraaksamples, in mode 1600, 700B. En volgens mij zit daar nog 800 XA in. Nou, 800 XA is een experimentele mode, dat is gewoon pure FSK. En pure FSK op een hoge bitrate, die heeft dus heel veel last van allerlei effecten zoals fading en echo's. En daar zullen we dus ook zien dat daar niks van terecht komt. Leuk als... Jeroen, mag ik even mijn mic hier gewisselen? Ja. Hoe is het performance hiervan? Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met normale SSP, of is daar ook winst te boeken? Dat wordt de tweede deel van de demo. Die gaan we hierna even kijken. En het is een beetje subjectief. Daar komen bijvoorbeeld die oortjes erbij. Van, heb jij SSB-oren of inmiddels Codec 2-oren? Dan zullen we het signaal iets anders beoordelen dan een ander. Het gemiddelde komt eruit dat bij slechte kanalen de twee modus ongeveer vergelijkbaar zijn. Waarbij dus dat soort verbeteringen zoals errorcorrectie met LD-PC-code nog niet toegepast is. Dus de verwachting is dat als je dat soort trucken iets verder uitwerkt, dat het uiteindelijk beter dan SSB kan zijn. Ja, maar Jeroen, heb je dan, als je die twee vergelijkt, want dat is iets wat onmiddellijk daarbij opvalt, wat voor SSB de kanaalbreedte gebruikt van 3 kHz en bij jouw codex heb je dan je analoge kanaal versmalt tot wat je nodig hebt bij, die, bij dat codex signaal, of heb je hem weer op 3 kHz laten staan? Daar wordt die ongeveer 1.3 mode 700 iets meer nodig, dat zit weer tegen de 1.5 kHz gaan. Dan wordt die 1.5 kHz overgeschikt, wel met vergelijkbaar vermogen. Maar je luistert nog steeds in een kanaalbreedte van 3 kHz? Ja. Ja, het hangt een beetje vanaf hoe goed je... Ja, maar dat betekent dat je 3 dB weggooit. Ja, inderdaad. Als je een betere SSB-ontvanger maakt met smallere filters, ja, kun je daar nog wat binnen. Ja. Dus inderdaad, een heel breedbandige SSB-ontvanger is daar een dek aan. Maar die dingen moet je met elkaar vergelijken. Ja. De kanaalbreedte van 3 kHz voor SSB en die van 1.5 kHz voor deze mode. Ja, dus dan doe je 3L. Ja. Wat ik begrepen heb is dat deze opname gemaakt is met een SSB-ontvanger die wel relatief smal stond afgesteld. Hoe smal exact? Dat durf ik niet te zeggen. Dat zal best wel eens iets te breed kunnen zijn. Even kijken. Ja. Kan die? Ja. Wat je hier ziet is een demonstratie. Dit is met het FreeIDW applicatie, de GUI, waarbij dus verschillende signalen worden gestuurd. Waarbij dus ik zie het spectrum dat hier steeds een aantal kernjes onderdrukt worden. Nou, is dit mode 1600? En we zien dat het nu nog best aardig gaat, dus nu dan zakken we in elkaar. Dit is een FSK-signaal, daar blijft helemaal niks van over. Niet heilig. En dit is de 700C. Waarbij dus diversity gebruikt is. Ik heb het niet
En dan zien we dus dat ondanks dat er dus de pieken aardig wat reguleerd staan te dansen, er nog een best aardig signaal uit te halen. Dit is dezelfde modulatie, dezelfde modem, maar dan met een andere codec modem. Waarbij dus hoort dat deze modem te band zijn. Is dit ook wel een heel erg slecht signaal? Tenminste, qua story. Ik denk dat dit was. Ja. En een tweede. Nee. Dit is een opname. Ik kan het eerst het origineel laten horen. Ik kan eigenlijk ook wel spectrum even laten zien, dan kun je het iets beter zien. Maar eigenlijk, je ziet daar niks. Wat hier gedaan is, en je kunt het een heel klein beetje zien als je goed kijkt. Dit is een daadwerkelijke uitzending waarbij net zo lang gedraaid is dat het signaal rond de 0 dB zit. En daarbij zijn drie dingen uitgezonden, twee keer achter elkaar. Eerst gewoon een constante toon. Dat maakt het namelijk mogelijk om bij de ontvanger enigszins te meten aan hoeveel signaal er daadwerkelijk binnenkomt. Want zowel bij SSB-spraak als een digitaal verreugel is dat wat moeilijker. Daarna zit hier een SSB-spraaksignaal rond de 0 dB. Daar zie je hier niks van op mijn laptop. Als ik mezelf voor de gek hou, herken ik het, maar ik denk het niet. Dan komt er hier, dat zie je, iets donkerder, het patroon waarop het iets. Het is blijkbaar geen hele mooie ruis. Dit is een stukje met hetzelfde vermogen, codec 2, in 700, FreeDB-mode 700C, en daarna herhaalt het patroontje zich nog een keer. Er zit een fluittoon, een stukje spraak en FreeDB. Daar kan ik het geheel afspelen. Maar toen halen we die nog uit. En als het goed is, hoor je ook nog wel dat er zo meteen wat spraak zit. Wie verstaat het? Ja, ik versta niet, hoor. Ja, je hoort de stem. Ja. Nou, hier komt de ruisbeeld omhoog, want als je gewoon luistert. Misschien zozeer door echt wel het onderscheiden van huis. Nou, komt dit nog een keer. Laat ik even weg. Jeroen, ja? Dit komt absoluut niet overeen met mijn ervaringen. Want met die Sprag en Hans heb ik een hele hoop luisterproeven gedaan. Daarvoor heb ik luisterboeken gehaald bij de bibliotheek om te zorgen dat ik niet wist van tevoren wat er kwam. En ik heb toen met de ruis. Van 80 meter, 40 meter, 20 meter, omdat het allemaal weer net even anders klinkt, heb ik die proeven gedaan bij welke signaal-ruisverhouding ik nog de spraak net voor 100% kon verstaan. Mm-hmm. En dan blijkt dat dat bij, het beestje hangt een beetje af van de stem, hè? Mm-hmm. Of het een vrouwenstem is of een mannenstem, of die goed articuleert of niet. Maar dan kom ik toch bij 100% verstaanbaarheid tot ongeveer min 4, min 5 dB. Oké. En jij zegt dit is 0 dB en ik versta hier geen moer van. Dus ergens zit er een discrepantie. Misschien heeft degene die dit opgenomen heeft, of jij hebt een andere definitie van 0 dB aangehouden. Ik heb het gemeten. Dat zou kunnen. Ik heb het gemeten met een RMS-meter die heel traag was enzovoort. Dit is in ieder geval. Ik weet wel zeker dat het signaal in de drie hetzelfde niveau hebben gehad. Dus misschien dat het niet letterlijk 0 dB is, zo werd het wel verkocht. Ja. Ik heb zelf geen HF set om het even te kunnen controleren. Dus in ieder geval niet met fatsoenlijke antenne en een fatsoenlijk stoorsignaal. Dit is hetzelfde signaal. En een eerste deel natuurlijk is gewoon hetzelfde, namelijk de spraak als voorbeeld. Op het moment dat echter de 3 dB-signaal starten, is het vervangen door het gedecodeerde spraaksignaal. Dan kunnen we natuurlijk even vooruit springen naar ongeveer dat punt. En dat is niet geweldig. Maar ik
denk dat je wel wat uit kan. Het is een slecht signaal, dus het zal nooit geweldig worden, maar toch best aardig voor ongeveer hetzelfde signaalniveau. Dat verstaat wel, ik zo. Je haalt ook de CQ er nog niet uit? Ja, okay. Ja, als je gold niet hebt, dan schiet het er niet op. Ja, dus het mag iets beter dan dit. Ja, dan maken we een klein uitstapje en dan gaan we naar de modus voor de wat hogere banden. Waarbij wat minder rare effecten ontstaan en we andere soort ruis hebben. Bijvoorbeeld mode 2400A. Wat daar gedaan wordt is dat er 2400 bit per seconde worden overgestuurd. Er worden frames gedefinieerd van 40 milliseconden. En dat is dus iets anders dan wat er bijvoorbeeld bij packet gebeurt. Packet radio worden de pakketjes van enkele honderden bytes zo ruim gedefinieerd en die worden stuk voor stuk verstuurd. En dat is vreselijk voor spraak. Om een paar redenen. Ten eerste, omdat die pakketjes over het algemeen voorzien worden van allerlei CSC-checkjes en op het moment dat het niet merkt, dan hoor je hem weg. Wat eigenlijk een spraakzonde is, want je wil niet dat hij het opnieuw uitgestuurd wordt. Je wil eigenlijk gewoon een snelle verbinding waarbij je sneller kunt reageren. En een ander effect dat er optreedt is dat je eigenlijk nogal wat overhead hebt aan de hand door die pakketten. Dus het is interessanter om een klein frame te definiëren waarbij je een klein stukje spraak als onafhankelijk blokje overstuurt. Nou, 40 milliseconden is niet helemaal toevallig, dat is ook de tijd die je in de codec moet stoppen. Dus je hebt 40 milliseconden spraak in de codec gestopt, daar komt de signaal uit en dat ga je in 40 milliseconden in de met het modem de lucht insturen. Wat mooi uitkomt, dat als je daarmee klaar bent, heb je het volgende 40 milliseconden blokje uit je codec. Dus dan kun je continu spraak mee versturen. Elk frame bestaat uit 96 bits, waarbij er 16 gebruikt worden weer voor een uniek woord. In het midden van het frame zitten 16 bitten, die altijd hetzelfde patroontje hebben. En daaraan weer kun je hier ontvanger synchroniseren. Dus je kunt de ontvanger hier is een FSK-modem. Niet coherent, maar wat op zoek gaat naar die 16 bitten. En op het moment dat hij gevonden heeft en nog een paar keer achter elkaar in de frame op dezelfde plek vindt, dan wordt hij heel erg vertrouwt hij zichzelf goed. En als hij dan het ooit een keer vindt, maar er zijn maar 14 van de 16 bitten goed, dan gaat het ook nog een beetje. Dus je hebt een soort squelch met hysterese zou je ermee kunnen bouwen. Er worden 52 bitten gebruikt om een codec 2 1300 signaal over te sturen. En dan hebben we nog 28 bitten over. En daar kunnen we nog wat leuke dingen mee doen, maar op dit moment niet gebruikt. Nou, wat je daarmee ziet is dat je ten opzichte van gewoon analoog FM al gauw een dB of 10 verbetering kunt maken. Wat ook wel logisch is, want het grootste deel van het vermogen bij FM staat natuurlijk in de carrier te pompen, wat niet veel informatie bevat. Maar je krijgt er nog een ander leuk geitje. De combinatie van dat unieke woord maakt het mogelijk om meerdere woorden te definiëren. Waarbij je dus in plaats van een frame van 40 milliseconden audiodata ook een ander woord, wat echt anders is dan dat unieke woord, kunt gebruiken om bijvoorbeeld aan te geven, dit is een dataframe. Waarmee je dus in één keer een bit of 64, zullen we zo zien, kunt gebruiken om data te versturen. Een variant hierop, want het nadeel van die modem, hij is 5 kHz breed. Dat is op zich mooi, want dat betekent dat je qua kanaalbreedte ongeveer de helft nodig hebt van een standaard 12,5 kHz kanaal. Een kanaal van een 6,25 kHz zou al meer dan genoeg zijn om dit in te versturen. Het nadeel van die 5 kHz is dat je niet meer door een standaard SP-transceiver heen krijgt. Er zijn er maar weinig die 5 kHz doorlaten. Daar zullen we dus iets andere hardware voor moeten toepassen. Nou, een manier waarop je dat kunt doen is met SDR. Op het moment dat je wat hogere bitrates AD converters gebruikt, dan worden grotere bandbreedte samplen ook makkelijker. En dan kun je toch het signaal versturen.
Nog een ander trucje, daar ben ik zelf mee bezig. Dus je maakt een soort voorzetje waarmee je zelf eigenlijk een tussenstap maakt van bijvoorbeeld je middenfrequent van 445 kHz naar 24 kHz. En dat kun je in een standaard audiokaart, met de goede sample rate natuurlijk, kun je dat insturen. En ook uitsturen om dit signaal mee te genereren. Nou, dat is een leuk knutselprojectje nog. Maar wel enigszins afwijkend ten opzichte van wat de gemiddelde amateur al thuis heeft. En daarom is er een extra mode bij bedacht. Die is niet zo efficiënt als je kijkt naar vermogen. Dus die 10 dB winst die je bij de een had, die ben je hier al lang weer kwijt. Wat er namelijk gedaan wordt, er wordt hetzelfde frame, dus diezelfde 96 bitten, wordt overgestuurd met Manchester encoding. Wat dus in feite een toon is van in dit geval 12, dus ook 24 kHz, 2,4 kHz. En het enige wat we doen aan de hand van de bitten is die toon continu in fase 180 graden omklappen. Daarmee kun je dus ook die bit oversturen. En dat is een signaal, dat is leuk, dat is een signaal zonder DC-componenten, dus dat kun je, en redelijk smal bandig, dus dat kun je gewoon door een FM-transceiver heen houden. En dat noemen we dan AFSK, namelijk hetzelfde wat we vroeger met 1x2-packet ook al deden. Je duwt gewoon een gemoduleerd signaal door je transceiver, waarbij je dus het slechtste van beide krijgt, namelijk die vervelende kern die je RM zo inefficiënt doet en een niet al te efficiënte manier van moduleren, aangezien je wanhopig probeert dat DC-componenten voorkomen. Maar wel iets wat gewoon met standaard spul werkt. Nou, hoe doe je nou zo'n gemengd data en voice woord? Nou, hier zie je bijvoorbeeld de 16 bitten die voor voice gebruikt worden. Als het midden van, die 96 bitten deze 16 bevat, en is voice, bevat het die onderste 16 bitten, dan is het data. Nou, je ziet dus dat die bitten bewust flink verschillend gekozen zijn, zodat je ook niet makkelijk op het verkeerde pad komt in je decoder. Je moet behoorlijk wat bitfouten hebben voordat deze twee verwisseld worden. Ja. Hiermee kun je 64 bitten werkelijke data versturen per frame. Ja, dat is een beetje kort voor de gemiddelde dataverbinding. Dus er worden ook nog 4 bitten gebruikt, we hebben tenslotte 96 totaal, om een soort headertje mee te sturen. En met dat headertje kun je bijvoorbeeld aangeven of een pakket, want hier introduceren we weer wel pakketten, al afgelopen is, of dat het volgende 40 milliseconden frame met data er nog achteraan geplakt moet worden. Als je dus in de loop van de tijd een aantal van dit soort dataframes binnenkrijgt, kun je die achter elkaar plakken en een pakket maken. Het formaat dat ervoor gekozen is eigenlijk gewoon een ethernetframe. Dat heel veel software snapt dat al, dat is handig. En dan kun je nog wat leuke dingen doen. Bijvoorbeeld door in plaats van een MAC-adres zoals we het kennen als herkenbaar herkenningspunt voor een stuk hardware, kun je dan ook je callsign kwijt. Bijvoorbeeld met BC37 encoding. Dat was BC37 encoding eigenlijk heel simpel. Je pakt je callsign en dat hak je eigenlijk in de losse karakters. En elk karakter kan een van 26 letters zijn, 10 cijfers. Of een spaat. Dan hebben we 37 totaal. Dat doen we voor elk karakter. De waarde die je eruit krijgt vermenigvuldig je met 37 en dan tel je daar de waarde voor de volgende weer. Nou, dan krijg je uiteindelijk kun je daar ongeveer 8 karakters kwijt in de 6 bytes waar je een MAC-adres heeft. Dus iets efficiënter. Waardoor je dus ook 6 bytes, dat is minder dan die 64, waardoor je dus in één frame van 44 milliseconden je complete callsign kunt versturen. Dus als je ergens in tijdens het versturen van spraak 40 milliseconden pauze hebt, bijvoorbeeld omdat je ziet, en dat is wat ik hier gedaan heb, omdat het voorsignaal op dat moment heel weinig energie bevat, stilte, dan kun je dat hele frame vervangen door een dataframe met bijvoorbeeld je callsign. Nou, die is al overgestuurd. Nou, er zijn nog meer leuke dingen die je over kunt sturen. En een voorbeeldje, FPRS. Een variant op het bekende APRS, waarbij op een iets efficiëntere manier dan APRS moet wel zeggen, je positie bijvoorbeeld kunt coderen. Nou, hoe ziet zo'n pakketje er bijvoorbeeld uit? Nou, je begint met 64 bitten voor positie, bestaande uit longitude, latitude, of je wel of niet stilstaat.
dat geeft je een resolutie van ongeveer 1 meter op de evenaar. Hoe verder je naar het noorden gaat, wordt die resolutie wel beter. Maar je kunt wereldwijd op ongeveer 1 meter nauwkeurig daarmee je positie hier coderen. Je hoogte, nou, met 16 meter kun je tot enkele kilometers hoog je hoogte wel coderen tot op een meter nauwkeurig. De gemiddelde GPS-ontvanger is niet zo nauwkeurig, dus meer heb je niet nodig. Je richting, nou, die kun je uitdrukken in de vorm van bijvoorbeeld een vector, waarbij je de azimuth en elevatie de richting beschrijft en daarna de snelheid van die vector in megabit. Nou, daar kun je ook een aardige resolutie hebben. Wil je er net zoals bij APRS nog een symbooltje bij? Nou, dat kost je ongeveer 24 bit, waarvan 2 keer 8 byte voor een symbool. Dan voeg je voor een totaalpakket op een CSN toe, want we gaan nu wel pakketjes maken. Dus moet je op een manier weten of al die onze frames die elkaar aan elkaar geplakt hebben, daadwerkelijk een pakket waren. En dan komen we op een totaal van ongeveer 184 bit. En 184 bit, nou, dat past met gemak in 3 frames. Dus als er ergens een moment is, of momentum, waarop in stapjes van 40 milliseconden 3 frames met stilte zitten, dan kun je gewoon je positie meesturen. Dus we hadden in 40 milliseconden hadden onze call sign al meegestuurd. De volgende 120 milliseconden hebben we onze positie er ook bij zitten. Op die manier, als je de informatie maar efficiënt kunt beschrijven, kun je best wel met je spraaksignaal meesturen. Want een gemiddeld stukje spraak zit er aardig wat pauzes en stilte in. En je kunt het zelfs, bijvoorbeeld voor call sign als identificatie, kun je het zelfs doorlopen om rond 110 seconden gewoon, ook al is er geen stilte, een spraaksampletje weg te gooien. Waarbij je 1 frame van 40 milliseconden weggooit, opoffert en alsnog je identificatie meestuurt. Dat hoort een mens meestal niet. En dit frameformaat heeft nog iets leuks, een mogelijkheid. En dat is het gebruik van TDMA. Wat kun je nou doen? Stel je pakt weer hetzelfde frame. Alleen nu zetten we het modem op dubbele snelheid. Dan zitten we dus meteen weer op 12,5 kHz voor onze kanaalgrootte. Maar ik kan die 40 milliseconden spraak nu wel uitzenden in 20 milliseconden in de lucht. Als ik dan ook nog eens aan de randen, ik kan nog steeds niet alle bitten in gebruik, een aantal bitten opofferen als een soort guard bitten, dan kan ik die tijd, en dat is een paar milliseconden, gebruiken om heel snel een zender aan of uit te zetten. En mijn tegenstation kan hetzelfde doen. Zo werkt, nou, de GSM werkt op die manier ook. Vaak nog wel op verschillende frequentiebanden, maar hier zou je het zelfs op dezelfde frequentie kunnen doen. Dat doet ook. Ja. En dan wordt het in één keer mogelijk om bijvoorbeeld een repeater te maken zonder cavities. Nou, dat is tot nu toe bij de gemiddelde repeater zo'n beetje het grootste struikelblok. Ah, niet helemaal, maar die grote bak met filters en cavities die je nodig hebt om alles samen te laten werken, want je moet tegelijk ontvangen en zenden. Je moet nog wel wat trucken doen. Je moet wel zorgen dat op het moment dat je staat te zenden, niet je AKC gelijk folder in de hoek slaat in de ontvanger. Dus je moet die twee wel wat kennis van elkaar geven. Maar daarmee zijn wel leuke mogelijkheden net wat verder weer te gaan. En een repeater wordt hiermee in één keer draagbaar. Net zoals de GSM. Ik zal zo nog een paar voorbeeldjes laten horen, maar stel naar je zelf wil beginnen. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Inmiddels zijn er zelfs een aantal kant-en-klare SDR'en, zoals de Flex 6000, waar de motor gewoon ingebouwd zit. Daar is gewoon firmware voor, die kent hem al. Dus dan is het niet meer dan op het juiste knopje houden. Je kunt FreeDB-applicatie gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld een SSB-transceiver. Je kunt het zelf gaan bouwen. Je neemt gewoon de libraries. Je zorgt zelf dat je ergens een AD-converter, DA-converter, soundkaart of iets dergelijks vandaan haalt. Of zelf ook een SDR eromheen bouwt. Dat is ook wel leuk. En voor degenen die niet zo erop hebben om een computer aan hun zender te hangen, is bijvoorbeeld ook de RM1000 van DevPro zelf. Dat is een soort handmicrofoontje. Je sluit hem ook aan op je SSB-transceiver. Maar daar zit gewoon een ARM microprocessor in met daarop de codec en een microfoontje en een speakertje ingebouwd. Dus je praat in het doosje en het doosje stuurt een modulatiesignaal naar je transceiver toe.
in feite, alles wat je op die pc moeilijk aan het installeren was, zit er al kant klaar in. Nog een bron, de website van DevPro zelf, de source code voor het geheel. En er is nog een IDP-website waarop de GUI staat. Wat ik me gewoon laten horen is, ik heb een als korte demo een, op twee portofoontjes. Eentje staat hier en eentje staat daar in een hoekje. Daarachter staat een klein pc'tje en die staat eigenlijk gewoon continu een paar audiosamples uit te zenden. Op UHF. Met mode 2400p. En ik ga even luisteren of hij het nog steeds doet. Dat doet hij nog steeds. Dit is dus een uitzending met AFSK. Manchester. 2400 watt. Nou, dat kan dus met een standaard portofoontje. Gewoon op FM. Wat hangt daar aan? Een heel simpel printje. En eigenlijk is het... Er zit bijna niks op. Wat erop zit is twee potmeters om het signaal een beetje te regelen voor de soundkaart. De juiste pinning voor de rare vierpolige connector die Jezus op mijn porto heeft gezet. En er wordt een seriële poort wordt gebruikt om de PTT mee te schakelen. Dus de toepasselijk request to send line van de seriële poort wordt hier gebruikt om... de portofoon in zender te zetten. Nou, aan de andere kant staat, hier net achter het scherm staat hetzelfde. En die staat dus continu sampletjes uit te sturen. Dit had ik iets meer moeten voorbereiden. tweede stap. Zullen we ze erin steken? Wat we hier dus zien is het modem. Het is namelijk niet heel erg herkenbaar, maar een van de dingen die hij doet is hij print karaktertjes, namelijk puntjes en sterretjes op het moment dat er daadwerkelijk frames ontvangen worden. Daar ga ik hier weer heen. Dat klonk heel mooi. Wordt het geluid wat is ontvangen wordt. Dit zijn denk ik herkenbare samples. Er zit ze nu dan aan het eind een beetje lomp klik op. Dat is het gebrek aan goede spels wat er tot nu toe in zit. Wat je hier kunt zien. Er is een punt voor elk voice frame wat verstuurd werd. Dus en een sterretje voor elk stukje data wat verstuurd werd. Dus op het moment dat er in het audio dus een lang genoeg of groot genoeg stilte zit, wordt er een data verstuurd. En zoals je al kunt zien, herkent hij ook elk project. Mijn calls zijn hier.
Wat dus inhoudt dat tijdens het oversturen van dit stukje spraak de identificatie ook al succesvol verloopt. They took the crosstown bus. En nu dan komen deze spraakcellen niet helemaal geweldig uit. Dat is dus onder andere dat inbouwen van de bodem. Op het moment dat hij begint te sturen, begint dit sampletje meteen te lopen. En dan kun je dus al zien hoe lang hij ongeveer nodig heeft om open te gaan. Dat is overigens inclusief de schuilstand van de portofoon. Je kunt de port, als je het helemaal netjes doet, zou je de spels van de port van de moeten gooien. En dan wordt deze tijd nog iets korter. Dit is dus een spraaksignaal dat gewoon over een standaard RM-systeem te versturen is. Met data er al bij. Had ik hier binnen de GPS-opvang staat, dan had ik een positie van erbij. Zijn er nog vragen? Jullie stuurt nu je calls zijn mee. Ja. Je had eerst al die codeboeken, maar kan het nog wat opleveren op het moment dat je dus codeboek entries mee gaat sturen om zo je codec aan te passen aan het spraaksignaal? Is er al zoiets? Ik weet niet wat het op zal leveren. Dat is onder andere de truc die Zip gebruikt. Op het moment dat je een stuk data in een zipfile stuurt, dan wordt er eigenlijk gezocht naar een aantal codeboeken waarbij dan de meest gebruikte entries met een kortere code worden gestuurd in je zipbestand. Het probleem daarvan is dat je dus vrij uitgebreid door je spraaksignaal moet zoeken naar wat toepasselijke codeboek-entries zijn. Ja. En ze dan pas gaan versturen. Dus je moet of jouw stem al wat tevoren uitgebreid gaan analyseren. Precies, je moet dan trainen, zeg maar. Ja. Of je komt er pas achter als het uitgesproken wordt. Maar ja, die entry, die gebruik je juist om minder te versturen. Dus als je de hele entry verstuurt, dat is niet zo efficiënt als alleen maar het nummer. Nee. Dus, ja? Ik ben ook dit aan het opzetten om te kijken hoe het functioneert. Waar kun je verbindingen vinden, of deze signalen vinden? Op HF zijn er een paar populaire frequenties. Ik durf ze uit mijn hoofd even niet te zeggen. Ik kan het even opzoeken. Dat is volgens mij 140 meter. Is er een relatief standaard frequentie waar het op uitgedrongen wordt. Er is ook een website waar je zo kunt zoeken. Een soort DX cluster voor 4DB zou ik kunnen noemen. Okay. Waarbij dus je oproepen of jezelf kunt aanmelden van ik zit nu daar te luisteren of ik heb daar iets in de lucht staan. Voor testdoeleinden zijn er ook een paar stations die op gezette tijden een vast patroon uitsturen. Onder andere om over lange afstanden het signaal te meten en te kijken hoe goed het werkt. Ja. Kun je verder vragen? Ja, dat is een stukje, hè? Ja, dat is een stukje. Hartstikke bedankt. Dank je wel.